Lieve mensen met Christel, ik ga een kiesjekaartreding doen. Het zijn korte berichten. Ja, we hebben wel drie groepen. Hè. Eerste wat je kan kiezen is dit jongetje met een varkentje. Buren maken een beetje lawaai. Met een varkentje, oh ja, hij heeft hem bijna over zijn nek heen. Dus ja, dat is de eerste groep. Tweede groep is het koala-beertje. En de derde groep is de zeemeeuw. Goed, dat zijn de groepen die ik kan kiezen. Dan ga ik zo meteen bij de eerste groep beginnen. Hallo, eerste groep, welkom. Ik hoop dat je wil liken en abonneren op het kanaal. Deze had u gekozen. Jongetje met het varkentje. Jullie hebben ondernemingslust. Drie van staven. Stimulatie, creativiteit. De voorbijgaande periode is niet gemakkelijk geweest. Je hebt veel ervaren en geleerd. Maar vooral jezelf bewezen. Je weet wat je nu kan. En je zelfvertrouwen is gesterkt. Je hoeft niet zo bescheiden te zijn. En je mag terecht fier en trots je eigen voelen. Hè? Door de inzichten die je hebt gekregen, kan je nu richten op wat echt belangrijk is en wat dierbaar voor je is. Denk na en zoek de juiste weg. Volg je intuïtie. Heb vertrouwen. Plan de volgende stappen. Laat innerlijke conflicten en mening van anderen je niet weerhouden. Je kwaliteiten te tonen. Eer je bron van kracht. En wees blij en dankbaar om je kunnen en je zijn. Vertrouw op jezelf en zet door. Wees creatief en geniet van wat je doet. Zo kan je jouw levensdoel waarmaken. Dus je bent wel eigenlijk op weg naar een levensdoel. Dus waarom die spuit erbij staat, Joost mag het weten. Ik zou zeggen, neem het niet. Je bent eigenlijk op weg naar je levensdoel. En je mag heel trots zijn op jezelf, want het waren moeilijke tijden geweest. Hè? Dus je bent misschien wel een heel bescheiden mens, maar je mag heel erg trots nou zijn. Al die inzichten die je hebt gekregen en je richt je nu echt wat belangrijk is. En je laat je ook niet meer zo afleiden, hè? Door andere mensen in je omgeving. Want je moet je eigen kwaliteiten gaan zien. Hè? Volgende kaart. Waardoor laat je leiden? Nou, dat je moet je laten leiden door je eigen krachten. En je eigen zelfvertrouwen. Ook zie je, zet door. Hè? Gewoon doorzetten. En je dromen die je hebt. Hè? Daar moet je ook naartoe gaan. Hè? Ja, zo kan je leven zo waarmaken. Hè? Waardoor laat je leiden? En 33, ja, dat is toch een Jezus-getal. Dus misschien heeft Jezus ook een heel belangrijke plaats in jouw leven. Dus die leidt jou ook natuurlijk, hè. Je engelen, je beschermengelen. Nou, oh ja, op weg naar je levensdoel, hè. Kies voor de minste weerstand. Ga met mensen om die ook jou helpen. Met dit proces. Hè? Dus niet mensen die eigenlijk jou willen tegenhouden. Hè? Dus kies voor de mensen die jou het minste weerstand bieden. Hè? Dus die dus jou niet belemmeren op weg naar je levensdoel. Hè? Laat die ander alsjeblieft varen. Hè? Die jou tegenhouden. Want als je op weg naar je levensdoel bent en iemand anders houdt jou tegen, dan is dat niet zo best natuurlijk. Hè? Die mag je uit je leven zetten. Of tenminste, zo in ieder geval helemaal. Ja, ligt eraan wie het zijn natuurlijk. Ouders is een beetje lastig. Hè? Maar dat kan je uiteindelijk doen natuurlijk. Maar kies voor de minste weerstand om je doel te bereiken. Hè? Dus waardoor laat je lijden?
Je zit in ieder geval, je bent in ieder geval iemand die wel iets kan opzetten, hè? Maar je hebt je misschien heel lang door conflicten met anderen, ja, misschien dat ze hun mening aan jou wou opdringen, hè? Dus laat dat niet meer gebeuren, in ieder geval. Kies niet voor die mensen. Kies waar je zelf, wat je denkt, nou, hierbij voel ik me goed, hè? Dit is iets wat het universum ook wil misschien, hè? En de engelen. Die kant moet je dus gaan kiezen. Goed, dit was de boodschap van de eerste groep. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dank je wel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, mensen van het koala-beertje. Ja, die hebben ook Nederland nu, hè? In ons dierenpark. Ik heb hem nog niet gezien, moet ik zeggen. Macht, koning van staven. Rijkdom, zelfvertrouwen. Misschien heb je de macht zelf in handen genomen. Ben je niet meer die marionetten aan de touwtjes hier. Je bent dynamisch en door de jaren heen is het vertrouwen in jezelf flink gegroeid. Je toont wie je bent en waar je voor staat. Je vaart doelbewust en overtuigt je eigen koers en helpt anderen om hun levenspad zonder enige vorm van eigenbelang. En dat siert je. Je wordt gewaardeerd en gerespecteerd om je kunnen en je zijn. Neem de volgende rust en ontspanning. Nee, voldoende rust en ontspanning. En let op je voeding, zodat er evenwicht en harmonie in lichaam en geest kunnen blijven bestaan. Nou, dus heel knap. Koning van Staven is meestal ook een heel gepassioneerd iemand. Echt, die wel heel creatief ook is. Je bent heel erg gegroeid, dus ja, heel goed. En ja, je houdt waarschijnlijk ook veel meer van jezelf, hè? En je bent ook veel doelbewuster geworden. Je bent echt iemand die nou vaart mijn eigen koers. Wel rust en ontspanning en goede voeding nemen. Maak verbinding. Dan zie ik toch wel een beetje iets van liefde, hè? Twee vogeltjes die elkaar een beetje knuffelen. Twee handen die elkaar willen pakken. Dus misschien komt er iemand op je pad die een verbinding met je wil maken. En jij ook graag misschien niet met deze persoon. Jullie horen bij elkaar waarschijnlijk. De zon gaat dan ook schijnen voor jullie. Minder moeten. Ja, je zal je eigenlijk veel vrijer voelen, hè? Omdat je nou besluitvaardiger bent en moet minder. Misschien heb je eerst wel, misschien in je werksituatie je best gestrest was. Maar ja, je moet ook denken van waarom moet ik dat allemaal? Waarom moet ik zo hard werken? Waarom moet ik misschien zoveel overuren maken? Nou kan je eigenlijk vrij zijn, hè? Ik heb het gevoel van heel veel vrijheid en ook weer een mooie zonnige kaart hier, hè? Heel veel zon. En verbinding maken met iemand die je misschien lief hebt. Dus ja, je bent ontzettend gegroeid. Ook je zelfvertrouwen. En je hebt misschien ook passie, hè? Want de koning van Staven staat ook al voor een passioneel iemand. Dus passie voor iemand, hè? Waarmee je graag een verbinding mee maakt. En minder moeten, ja, vrijheid is ook. Ja, mijn man is nu een half jaar thuis. En nou denkt hij, ja, ik hoef niet bepaalde tijd meer op te staan. Er moet gewoon heel veel minder dan eerst, hè? Hij moest eerst altijd werken. Hij had helemaal geen zin meer eigenlijk de laatste jaren. Maar hij moest werken, moest een bepaalde dag opstaan. Moet klussen doen die je niet zo leuk vond. En nou hoef je gewoon niet zoveel meer. En misschien heb je dat hetzelfde. Dus goed, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, de laatste groep is van de zeemeeuw. Jullie hebben twee van munten. En speelsheid, communicatie, kinderen, plezier. Je hebt het gevoel dat je alles aan kan. Gebruik de krachten om je horizon te verleggen en om nieuwe wegen te bewandelen. Je staat voor een vrolijkheid, vol uitdagingen en plezier.
Stel je flexibel op en ga moeilijkheden niet uit de weg. Neem beslissingen op een gewetensvolle manier en vermijd conflicten. Eer het kind in jezelf en wees gelukkig en blij. Geniet van de mogelijkheden die naar je toe komen en laat je drijven op de stroom van het leven. Vertrouw op dat je instinct zal aangeven wat je moet doen. Dus misschien ook bepaalde keuzes maken. Hè? Dus dingen komen in balans in je leven. Hè? Je voelt je weer speels en als een kind en je kan met plezier maken. Je wil niet meer conflicten in je leven hebben. Je wil echt gelukkig zijn. En dan komen er ook leuke dingen naar je toe. Hè? Ja, je gaat meer met de flow mee. Dat je denkt, nou, ik wacht wel wat er op mijn pad komt. En je bent niet zo meer dat je geforceerd aan mee bezig bent. Hè? Waar wil je heen? Ja, je boten komen binnen. Dus eigenlijk, waar wil je heen? Misschien wil je wel vakantie, waar je nooit geweest bent. Misschien wil je wel iets aparts doen wat je nooit gedaan hebt. Dus misschien wil je wel naar het vliegtuig springen, parachutist. met een duursprong, ja. Gewoon leuke dingen doen, hè, in je leven. Misschien wil je een helikoptervlucht maken. Misschien ook een Thaise massage. Hier, waar krijg je energie van? Ja, misschien krijg je energie als je bij de zee bent, hè? Dat je uit wil waaien bij de zee. Ook al woon je wat verder van de zee vandaan, dat je denkt, nou, ga toch een keer een dag naar zee, lekker uitwaaien. Het geeft me energie, ik word er blij van, of, hè? Of weer een mooie wandeling in het bos. En ga leuke dingen doen. Wat je denkt, nou, dat is nog eens leuk, dat heb ik nog nooit gedaan misschien, hè? Een soort bucketlist of zo. Als je wel op je lijstje staat, hè? Dat wil ik een keer doen in mijn leven. Dus ga dat ook doen. Goed, dat was de laatste groep. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!